Naar verwachting hebben we de komende jaren meer opslagcapaciteit nodig. Meer dan nu. Als wij in de toekomst kijken en je kijkt naar de hoeveelheid flexibiliteit die we op dit moment als Nederland ter beschikking hebben, en je kijkt naar wat de voorspellingen zijn, hoe de productieflexibiliteit van Groningen afneemt, dan denken wij dat er zeker ruimte is om de hoeveelheid gasopslag in Nederland te verdubbelen. We verbruiken per dag, thuis en industrie, samen ruim 140 miljoen kubieke meter aardgas. Met de opslag in Alkmaar en Zuidwending kunnen we de kortdurende pieken in dat gebruik aan. Grijpskerk en Langelo kunnen maandenlang zorgen voor de balans in de wisselende seizoensvraag naar aardgas. Je hebt een zomer-winterpatroon, omdat je in de winter is het koud, in de zomer is het warm. Maar je gaat daar een patroon overheen krijgen dat, zoals vandaag is het heel helder en morgen is het misschien bewolkt. Dan ga je dus een ander patroon overheen krijgen dan alleen temperatuur. En ook met wind. Het is nu windstil. Het kan ook veel waaien en helder zijn. Dus dan heb je andere patronen en dan heb je dus andere vraagpatronen waar je rekening mee moet houden. De gasopslag van de NAM in de Drentse Langelo is geopend in 1997. Voor de komende jaren zijn er plannen om de capaciteit uit te breiden. Hiervoor komen er 5 extra putten en een derde compressor. Daarmee gaat de totale capaciteit omhoog van 50 miljoen naar bijna 100 miljoen kubieke meter per dag. Wij hebben wel eens gekeken naar een eventuele separate andere UGS. Maar deze Norgeberging is zo groot, op dit moment al 50 miljoen kubieke meter capaciteit, dat als we die gaan verdubbelen naar bijna 100, dan hebben we daarmee een dermate grote flexibele blaasbalg in de markt gezet, dat we verwachten dat die swing producer role, zoals dat in het Engels wordt genoemd, door ons op die manier kan worden opgevangen. Is een fenomeen wat denk ik belangrijker zal gaan worden in de komende jaren. Nu in feite onze natuurlijke ondergrondse gasopslag, waar we nu uit putten, steeds verder leeg raakt. Er vinden meer activiteiten plaats op het gebied van gasopslag in Nederland. Zo is GasUnie in Zuidwending bezig de bestaande capaciteit verder uit te breiden. We hebben nu een project aan de gang om een 5e caverne aan te sluiten. Die wordt over 2 jaar operationeel. En we hebben nog een aantal meerdere locaties wat we ook kunnen uitbreiden. En als er behoefte is in de markt, dan zullen we dat doen. Je ziet nu al Takka, Bergermeer, je ziet GasUnie en Nuon in Zuidwending. De NAM investeert in Norg en Grijpskerk. Dus ja, je ziet vooral private partijen investeren in gasopslagen. Bergermeer zou de grootste in Europa worden. 4,1 miljard kubieke meter. Voor de uitbreiding is al groen licht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infra en Milieu. Vorig jaar augustus heeft de Raad van State de voortgang geschorst. Ze wil nader onderzoek naar eventuele overlast voor de omwonenden en naar de kans op aardtrillingen. Hoeveel opslag is er eigenlijk nodig in Nederland? En wie bepaalt dit? Ik vind het een verantwoordelijkheid van de overheid om een coherente visie te hebben over op hoe komen we nou naar dat scenario in 2050, waarin we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Als we vinden dat gas daarin een rol speelt, moeten we ook aangeven aan de burgers in Nederland hoe die rol dan moet worden ingevuld en wat dat in de praktijk betekent. De Nederlandse overheid stimuleert dat we kleine velden ontwikkelen binnen de NAM. En de Nederlandse overheid wil ook graag dat de Nederlandse markt goed wordt bediend, inclusief een deel export. Ja, er is in Nederland natuurlijk een geweldig grote discussie aan de gang hoe je energievoorziening regelt in een duurzame samenleving. En er spelen allerlei marktpartijen spelen daar een rol en nemen posities in. Uiteindelijk zijn het de klanten die een bepaalde wensen hebben en dat vertaalt zich door naar concrete projecten bij bedrijven. En dat is het commerciële spel. En dit was een korte blik in de toekomst. Bekijk ook de andere items van deze aardgasupdate.